Afname werkloosheid met 7%. Weglopen uit debat Oostvaardersplassen. En tentoonstelling van bijzondere bijbels. Goedenavond. Het aantal WW-uitkeringen in onze provincie is in het afgelopen jaar gedaald met 7,1%. Nu hebben nog bijna 11.000 mensen in Flevoland een werkloosheidsuitkering, ruim 800 minder. De daling hier is niet zo groot als in de rest van het land, waar het percentage 7,6% bedraagt. Maar Flevoland doet het dan wel weer beter dan Gooi en Vechtstreek, Amersfoort en Zwolle. Daar daalde de werkloosheid met om en nabij de 5%. Het blijft zo goed gaan, want als je kijkt naar de prognoses, dan is die voor Flevoland gewoon goed en steekt die ook boven het landelijk gemiddelde uit. En dat de economie groeit, dat merken ze ook bij de Sligro, een grote supermarkt waar ondernemers hun inkopen doen. De Sligro opende in 2015 haar deuren in Almere. Ja, we zijn begonnen eigenlijk met 20 man. Op dit moment staan er 30 mensen op de loonlijst en dat zijn allemaal fulltimers. En we verwachten voor de komende periode, dus de komende 5 jaar, verwachten wij een structurele groei daarin. Er komen er nog wel 10 bij in de komende jaren. Zeker, zeker. Sligro blijft dus op zoek naar personeel. Als je vraagt van naar wat voor soort mensen ben je op zoek, naar mensen die communicatief vaardig zijn en die in staat zijn om een gesprek te voeren daadwerkelijk met de gast. Het UWV in Flevoland signaleert ook dat groepen die het moeilijk hadden om werk te vinden het afgelopen jaar wel aan de bak zijn gekomen. Bij de jongeren, hè, dat is de categorie tot 27, daarin zie je dat het aantal WW-uitkeringen met 10% is gedaald. Daarnaast hebben we nog 2 andere groepen, dat is van 27 tot 50 en 50 en ouder. Daarin zie je dat daar een daling van 5% is geweest. De daling van het aantal WW-uitkeringen was het grootst in de gemeenten Urk en Noordoostpolder. In Dronten was die het kleinst. 3 partijen in Provinciale Staten zijn gisteravond boos weggelopen uit een vergadering. Ze vonden dat ze te weinig informatie hadden om te kunnen praten over het voorstel om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen terug te brengen. In deze zaal zouden voor- en tegenstanders vanavond discussiëren over de Oostvaardersplassen. Maar zover kwam het niet, want 3 partijen liepen van tevoren al weg. GroenLinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren verlieten de zaal. Ze wilden niet debatteren over het voorstel van de SGP en VVD om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te verminderen en er veel meer recreatie toe te staan. De 3 fracties willen dat eerst in een hoorzitting voorleggen aan deskundigen. Maar toen de andere partijen daar niet mee akkoord gingen, verlieten ze de zaal. We hebben nog heel veel vragen. We hebben een aantal vragen kunnen stellen in beperkte tijd. We hebben nog aanvullende vragen en we willen ook graag het voorstel voorleggen aan deskundigen om goed te kunnen inschatten wat de impact is van dit voorstel. Maar dat voorstel om deskundigen erbij te betrekken, dat heeft uiteindelijk is dat afgeketst, want de meerderheid van de staten voelt daar niet voor. Moet u dan niet gewoon uw verlies nemen en wel blijven deelnemen aan het debat? Zo werkt de democratie nou eenmaal. Ja, maar als Provinciale Staten moeten we ook goed ons werk kunnen doen. Je moet een goed overwogen besluit kunnen nemen. Dan kun je beter bij de vergadering blijven, want daar hoor je meer dan buiten. Nou, onze inschatting is dat we nu niet zo heel veel meer horen. En we willen graag ook deskundigen horen. De Provinciale Staten zijn geen deskundigen. En daarom willen we graag het voorstel bespreken met deskundigen. Wat is nou echt de impact? Het opstappen van de oppositiepartijen is niet goed gevallen. Veel andere statenleden vinden het een zwaktebod. Ik snap wel dat ze daar niet helemaal mee eens zijn zoals de gang van zaken is. Maar je kunt toch niet altijd in het leven het precies krijgen zoals je zelf wil hebben. En neem het dan zoals het is en geef je mening in deze ronde. En die hebben we nou niet kunnen horen. GroenLinks, de PvdA en de Partij voor de Dieren organiseren op 1 februari alsnog een hoorzitting. Alle andere partijen hebben zich nu al achter het voorstel van de SGP en VVD geschaard. Een botsing en een brand bij 2 supermarkten in Flevoland vandaag. Een automobilist botste vanmiddag tegen de pui van de Albert Heijn in Almeerse Parkwijk. Bij het ongeval is niemand gewond geraakt. Het glas van de pui is gebroken en de voorkant van de auto is beschadigd. De auto heeft ook een aantal geparkeerde fietsen geraakt. De politie weet nog niet wat de oorzaak van het incident is. De supermarkt bleef gewoon open. Ja, dat was niet het geval bij de Lidl in Emmeloord. Die supermarkt bleef vanochtend dicht na een korte brand achter in de winkel bij een papierpersmachine. Volgens de brandweer was iedereen op tijd uit het pand bij de Zuiderkade. De supermarkt kon pas om 1 uur weer open.
Er moeten voor pluimveebedrijven nabij open water geen vergunningen meer worden afgegeven. Dat vindt de Nederlandse vakbond pluimveehouders. De recente vogelgriep bewijst dat de risico's voor deze bedrijven veel te groot zijn. De afgelopen maanden brak bij verschillende pluimveebedrijven vogelgriep uit die afkomstig was van zieke wilde watervogels. En deskundigen waarschuwen dat dit ook de komende jaren vaker zal gaan gebeuren. Een getroffen eendenboer uit Biddinghuizen besloot daarom om zijn bedrijf te sluiten, want hij vindt het gevaar van wilde vogels daar te groot. Henny de Haan van de vakbond pluimveehouders begrijpt dat de eendenboer ermee stopt. Er zijn meer boeren die heel dicht bij water zitten die getroffen zijn. En het kan zijn dat maakt dat je een heroverweging maakt. Zit ik hier wel op de goede plek? De Haan vindt dat er goed gekeken moet worden naar de locatie van een bedrijf. En dan vooral van boerderijen waar de dieren buiten lopen. De zogeheten vrije uitloop. Dat moet je denk ik echt niet willen vlakbij plekken die heel populair zijn bij wilde watervogels. Dat is denk ik echt riskant. De hele sector staat eigenlijk op het spel op het moment we dit te vaak krijgen. De vakbond pluimveehouders roept gemeenten en provincies op om geen vergunningen af te geven voor vrije uitloopboerderijen dicht bij open water. Met wat we nu weten moeten we, vind ik, met de risicoprofielen heel verstandig omgaan en niet dingen doen die bijna de kat op het spek binden zijn, zeg maar, in negatieve zin. Geen vrije uitloopkippen naast het Veluwemeer? Nee, dat lijkt me niet handig, nee, met wat we nu weten. De Bijbeltentoonstelling De Bijbel en de Naam van de Jehova's Getuigen in Zwifterband bestaat uit allerlei bijzondere exemplaren door de tijd heen. De expositie opende vandaag officieel de deuren. Kom even kijken naar die Bijbel, want hij is echt mooi. Genodigden kregen vandaag een rondleiding langs de verschillende Bijbels. De tentoonstelling is een reis door de geschiedenis. Vier letters, daar gaat het om JHWH. En dat is inderdaad de goddelijke naam die daar al in voorkomt. Niet in alle Bijbels is Gods naam Jehovah gebruikt. Ook daar gaat de tentoonstelling over. En deze puntjes geven aan hoe het uitgesproken moet worden. De variaties op de Bijbel zijn talrijk. Groot, klein, compleet of een snippertje. Geschreven op perkament, op steen of op een potscherf. Het is er allemaal te bewonderen. De belangstelling voor de expositie is dan ook groot. Er zijn volgens de Jehova's al 15.000 aanmeldingen. Is het nou ook de bedoeling dat mensen zich bekeren, dus tot de Jehova's? Dat is niet de opzet van de tentoonstelling. De opzet en de bedoeling is de geschiedenis van de Bijbel in. En de strijd om Gods naam daarin zuiver bewaard te houden, duidelijk te maken. Het heet de Codex Purpureus Rosa Mensis. Dat betekent eigenlijk het paarse boek uit Rosanna. Atleet Stefan Woudwijk en turnster Celine van Gerner zijn gisteravond in Emmeloord uitgeroepen tot sportman en sportvrouw van het jaar in Noordoostpolder. Tijdens de sportverkiezingen in Almere gingen de belangrijkste titels naar judoka Kevin Bakker en surfster Lilian de Geus. Sportminnend Almere was gisteravond naar de topsporthal getogen voor de jaarlijkse sportverkiezingen. En de mannenploeg van de Almeerse hockeyclub werd daar tot sportploeg van het jaar uitgeroepen. We hebben natuurlijk wel echt een fantastisch jaar gehad. We zijn gepromoveerd naar de hoofdklasse met bijna alleen maar Almeerse jongens. Dus het is wel een prijs die ons op het lijf geschreven is. Ja. Kevin Bakker. Judoka Kevin Bakker, die het afgelopen jaar zilver won tijdens het NK, werd verkozen tot sportman van het jaar. Ik ben hartstikke blij. Ja, ik heb dit niet verwacht. Het is een mooi eerbetoon aan mijn werk, aan mijn carrière, wat ik nu aan het doen ben. Surfster Lilian de Geus, die in Rio net naast een bronzen medaille greep, werd in Almere gekroond tot sportvrouw van het jaar. Nou, ik ben wel echt heel blij met deze prijs. Ja, ik ga hem in mijn kast zetten als mooi moment. Ook in Noordoostpolder waren gisteravond de jaarlijkse sportverkiezingen. Turnster Celine van Gerner, die in Rio met het Nederlands damesteam op de 7e plaats van de meerkampfinale eindigde, werd verkozen tot sportvrouw van het jaar. Elk jaar genomineerd worden is al een eer eigenlijk. Geldt voor alle sporters natuurlijk. Omdat dat weergeeft wat voor prestatie je hebt geleverd en je daar eigenlijk voor gewaardeerd wordt. En om hem dan te mogen winnen, dat is eigenlijk een extra bekroning op je al goede sportjaar. Stefan Woudwijk uit Emmeloord kreeg in de Bosbadhal de titel sportman van het jaar. De atleet van AV Nobbe haalde vorig jaar een bronzen medaille bij het Nederlands kampioenschap 100 kilometer hardlopen. Ja, het is een enorme waardering voor de prestatie, voor het afgelopen sportjaar.
De nominatie was al erg mooi. En dit is echt de kers op de taart, zeg maar. En dit was het nieuws van 19 januari. Straks terug in de tijd, naar de jaren 60 in Lelystad. In blik op toen. RegioNet en het weer met Robert de Vries. Goedenavond en heel graag tot morgen.